Dan dus Pieter Basset in die Rico hindernis nummer 5. Ik voel het eigenlijk wel voor een puppy, maar ik had eruit wel waar heel echt niet nu wil van mij. And Thomas Eriksson now cutting up to the obstacle number 6, ladies and gentlemen, uit Zweden, La Suède. En Thomas Eriksson die stond 12e na de dressuur. Ja, dames en heren, Michael Brauchle, de nog zeer jonge minnaar uit Duitsland. Was er geen probleem om het aan te leggen voor jullie? Of maar van start gegaan en onderweg naar de Rabo van Hindernis. Hindernis nummer 2. Thomas Eriksson en Hindernis 6, dames en heren, dat gaat goed voorwaarts. Een heel ervaren marathonrijder, individueel weer.